Dat zou nog eens een leuk baantje voor me zijn. Voor direct gevraagd, ervaren huisschilder voor hele of halve dagen. Schildersbedrijf H.J. Satijn. Nou, probeer het, zegt Barbara. Ervaring heb je wel, want je hebt pas je konijnhok nog zo mooi geschilderd. En zo gebeurt het dat Bas de volgende morgen al in bedrijfskleding op weg is naar zijn eerste karwei voor de firma Satijn. Deuren schilderen bij een oude dame. Wel heel netjes hoor, had meneer Satijn gezegd. We hebben een goede naam en dat willen we graag zo houden. Nou, dat komt best voor mekaar, denkt Bas, want deuren schilderen lijkt me echt niet zo moeilijk. Het blijkt een aardige mevrouw te zijn. Deze deuren zijn het schilder, zegt ze. Graag met glansverf en in de kleur van deze japon. Oei, als ik die kleur maar bij me heb, denkt Bas. Nou ja, anders meng ik het wel. Het komt prima voor elkaar, mevrouw, zegt hij dan maar. Oh, daar twijfel ik niet aan, antwoordt de dame. De firma Satijn heeft zo'n goede naam. Ik laat u met een gerust hart achter. En terwijl de oude dame niets vermoedend op visite is bij een oude vriendin, gaat Bas proberen de deuren van een nieuw verfje te voorzien. Eerst maar eens even de goede kleur maken. Alle potten komen eraan te pas. Veel wit met rood en blauw. Zo, nu nog een beetje groen erbij, met wat oranje. Het is het nog niet helemaal, maar met de scheut geel erdoor zal het misschien wel gaan. Hoewel, het is toch wel een heel andere kleur geworden dan die japon. Maar och, dat valt misschien nog wel mee als de verf droog is. Zo, laten we maar beginnen met de bovenste helft van de deuren. Dat is het moeilijkst, denkt Bas. Het stoeltje dat hij heeft uitgezocht om op te staan is wel wat wankel, maar het was het oudste dat hij vinden kon. Hij kon er net bij zo. Maar net op het moment dat hij zich voornam om de goede naam van firma Satijn hoog te houden, gebeurde er iets ergs. Oh, gelukkig niet zoveel gemorst op het tapijt. Wat doet zo'n mens ook met zo'n oude gammele stoel? Dan maar een tafeltje. Dat is eigenlijk wel zo handig. Dan kun je je verfpot ook nog eens neerzetten. Het schilderwerk vordert nu snel. Van de drie deuren is de bovenste helft bijna klaar. En dat komt mooi uit, want zijn verfpot is ook bijna leeg. Dat valt hem nog mee, want er is heel wat verf in zijn mouw terechtgekomen. Voor de onderste helft van de deuren moet nu weer nieuwe verf gemengd worden. Het moet dezelfde kleur worden natuurlijk. Maar dat valt tegen. Hoe langer die mengt, hoe donkerder de kleur wordt. Het zweet breekt hem uit. En hij moet nog opschieten ook, want anders is de verf op de deuren droog en dan wordt het helemaal lelijk. Nou, dan moet het maar zo. Misschien valt het mee. Eigenlijk is het nog niet eens zo gek, die twee verschillende kleuren op één deur. Zo zie je maar weer. Door een ongeluk kom je tot de grootste ontdekkingen. Die mevrouw zal er wel van opkijken, denkt Bas. Dat is tenminste weer eens wat anders. Progressief schilderswerk. Zo, het karwei is gepiept. Als extra service neemt Bas de kapotte stoel ook maar mee naar de zaak. Daar hebben ze tenminste een container. Anders zit dat oude mens maar met de rommel. Ze zal wel blij zijn als ze ziet dat ze dat gammele ding kwijt is, denkt Bas. Nou, een dag later is meneer Satijn blij dat die Bas kwijt is. Met zulk personeel is je goede naam gauw naar de knoppen. Bij die oude dame is dat al zo. Ze wil met de firma Satijn niks meer te maken hebben. Satijn, een kladschildersbedrijf. Mijn deuren toegetakeld, het Persische tapijt onder de verf en een antieke stoel vernield. Klunzen en knoeiers zijn het. En Bas? Och, die heeft weer wat geleerd. Dat deuren schilderen toch wel heel wat anders is dan het verven van een konijnenhok. Zo, dat was dan Bas als huisschilder. Die zou de naam van de firma Satijn wel eens even hoog houden. Maar er kwam niks van terecht, hè? En eigenlijk kon dat ook niet anders. Want Bas had wel een mooi pak aan, met de naam Satijn erop in grote letters. Maar een goede schilder was die natuurlijk niet. Kijk, hier werd de naam van de firma Satijn, om zo te zeggen, ijdel gebruikt. Bas droeg die naam wel op zijn pak, maar wat hij deed paste er niet bij. Daarom had die naam bij hem geen inhoud. Het stelde niks voor. En zo kan de naam van God nu ook ijdel gebruikt worden. De mensen noemen zich dan wel godsdienstig, maar echt God dienen doen ze niet. Of ze noemen zich christen, maar leven doen ze er niet naar. En de gevolgen? Kijk nog maar eens even naar het verhaaltje van Bas. Dat vrouwtje verwachtte heel wat van die knecht van de firma Satijn.
Maar dat viel haar zo tegen dat ze daarna niks meer van Satijn wilde weten. Satijn, een kladschildersbedrijf. Klunzen en knoeiers zijn het, anders niet. Weet je, met God gaat het vaak net zo. Doordat degenen die de naam van God dragen zo vaak verkeerde dingen doen, willen veel mensen niets meer van God weten. En soms komen ze zelfs zo ver dat ze de naam van God en van de Heer Jezus alleen maar als scheldwoord of als vloek gebruiken. Daarom is het wel heel nodig, hè, dat God ons en alle andere gelovigen in het derde gebod zegt dat we zijn naam niet verkeerd moeten gebruiken. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Hij wil dus graag dat zijn naam goed wordt gebruikt. En dat betekent dus ook dat we als leerlingen van de Heere Jezus zo gaan leven dat God weer een goede naam krijgt. Vooral bij de mensen die nu nog niets van hem willen weten, omdat ze een verkeerde indruk van hem hebben. Zodat ze het ook fijn zullen gaan vinden om bij hem te mogen horen.